Vraag 20 gaat net zoals alle andere vragen. Je begint eerst weer met goed te lezen. Beeld van geluid. Danique speelt op haar blokfluit en luister naar het geluidsfragment. Michiel maakt met een toongenerator een toon die zo goed mogelijk lijkt op de toon van Danique. Op het scherm van de oscilloscoop maakt hij het signaal zichtbaar. Dus je ziet hier het signaal wat je zo net hebt gehoord. De trainingstijd van de toon is 0,00225 seconden. Wat is de frequentie van deze toon? Nou, om achter de frequentie te komen, moeten we weten welke formule daarvoor moeten gebruiken. En in je BINAS, nu staat hier boven geen blokje waar je je formules vandaan kan halen. Maar je kunt twee dingen doen. Je kunt hem nou in je BINAS opzoeken of teruggaan naar een van de vorige vragen. Wat ik dus nu ga doen, is naar een van de vorige vragen gaan. Dan moet ik verder terug. Even kijken. Hier. Nou, hier zie je dus bij geluid, frequentie, F is 1 gedeeld door trillingstijd. Nou, die had je ook in je BINAS kunnen vinden. Terug naar de vraag. De frequentie was dus 1 gedeeld door de trillingstijd. Nou, de trillingstijd staat hier gegeven. Rekenmachientje pakken. 1 gedeeld door de trillingstijd was dus 0,00225 is 444,44. Nou, die rond je af naar 444, oftewel dit antwoord.